Welkom in module 1 van Snel lezen in 10 stappen. Deze module die behandelt het verschil tussen conventioneel lezen en snel lezen. Aan het einde van deze module weet u wat het verschil is tussen conventioneel lezen en wat de voordelen zijn van visueel lezen, oftewel snel lezen. Daarnaast zult u bepalen wat voor soort lezer u bent. Bent u meer een motorische lezer, een auditieve lezer of een visuele lezer? Ook zult u bepalen wat uw nulpunt is in snelheid, begrip en effectieve leesvaardigheid. Wat zijn dan de verschillen tussen een conventionele lezer en de snellezer die u dadelijk gaat zijn? Allereerst, conventionele lezer die activeert niet zijn hersenen door vragen te stellen en doel te bepalen voordat hij begint met lezen. Een snellezer doet dat standaard wel. Hij bepaalt een doel wat hij eruit wil halen. En hij stelt een aantal triggervragen waarmee hij zijn onbewuste activeert om die kennis uit de stof te halen. Het tweede is, een conventioneel lezer, die zal tijdens het lezen, zal hij gewoon kijken naar de tekst en hij zal zijn hoofd bewegen tijdens het kijken. Daarmee pikt hij 20% op van wat er voor hem schrijft en alle ruimte daaromheen, die tekst die ziet hij niet. Een snellezer doet dat wel. Een snellezer die activeert zijn perifere blik, wat wil zeggen de manier hoe hij gebruik kan maken van het totale beeldscherm. Hij kijkt zo breed mogelijk en op het moment dat hij dat doet, ziet hij meer grotere clusters van woorden die allemaal meer betekenis hebben, waardoor hij meer binnenkrijgt automatisch. Het derde is, een conventionele lezer is niet ontspannen, is vaak gestrest bij het lezen, fronst vaak, zit vaak te dicht op zijn stof. Waarbij die dus gestrest raakt tijdens het lezen. Snellezer, zoals u dadelijk, die zal ervoor zorgen dat hij ontspannen is tijdens het lezen. Hij zal een balans vinden tussen alert zijn en ontspannen lezen. Waarbij hij dus een hoger begrip krijgt, sneller kan lezen, maar ook met veel meer gemak door grote hoeveelheden tekst kan gaan. En dat wilt u toch ook? Het vierde is, een conventionele lezer die heeft een compleet verkeerde houding. Ze zitten of te ver onderuit gezakt, of veel te dicht op hun tekst, 20 tot 30 centimeter van hun tekst af. Vaak een beetje leunend, afschermend van de omgeving. Een snellezer zoals u weet dat hij dadelijk in een actieve houding moet gaan zitten. Rechtop, zodat hij genoeg zuurstof van binnen krijgt. Ook zorgt hij ervoor dat de afstand zo'n 40 tot 60 centimeter is tot de tekst en in een hoek van 45 graden. Waardoor hij absoluut meer gaat waarnemen. Het vijfde is, een conventionele lezer verkent de stof vaak niet voor. Daarmee ziet hij niet de structuur van de schrijver. Hij weet niet waarmee hij langzaam of snel moet gaan lezen. Hij ziet niet alvast wat dingen staan waarmee hij zijn kennis kan activeren. Waardoor hij ook geen koppeling kan maken met bestaande kennis. U dadelijk als snellezer doet dat wel. Wat u doet is, u bladert door de stof heen, gaat naar de inhoudsopgave, voorkant, achterkant, kijkt naar de samenvatting, u pikt de kopjes mee en maakt daardoor een soort associatieve bodem waaraan u allemaal nieuwe kennis kan ophangen. Want de les is, je kan niks onthouden als je het niet koppelt aan kennis die je al hebt over stof. Het zesde is, conventionele lezer stelt zichzelf niet actief vragen. Een snellezer zoals u doet dat uiteraard wel. Daardoor neemt hij absoluut meer waar. Het is alsof je door een bos gaat lopen en al weet wat de markeringspunten gaan zijn. En je hersenen plukken gewoon onbewust overal, plukken ze de stof eruit. Ze gaan het signaleren. Het zevende is, een snellezer verschilt absoluut van een conventionele lezer, omdat de conventionele lezer die bepaalt niet zijn leesmodus en zijn leesroute door een tekst. Standaard lezen ze van A naar Z. De leesmodus is vaak één tempo. Wat betekent vaak heel traag, heel langzaam, veel stilstaan, herlezen. Snellezer bepaalt vooraf hoe ga ik door die stof heen, wat wil ik eruit halen, wat lees ik wel, wat lees ik niet, waar ga ik snel, ultrasnel, nog sneller, waar ga ik iets langzamer, nog altijd twee keer zo snel als normaal. En hoe benader ik zo'n stof? Begin ik van voor naar achter, zoals bij een roman, of ga ik van de midden terug naar het begin, van de midden naar het eind, of springen tussen de hoofdstukken? Wat geeft mij de hoogste kennis en begrip? Nummer 8. Een conventionele lezer, absoluut, die heeft te weinig focus. En dat komt omdat ze niet lezen met een pacer, niet met een pointer, met een vinger. En doordat ze dat niet gebruiken, springt hun oog lukraak over de pagina heen en weer en op en neer. Ze herlezen daarmee een zin 3 keer en maken 4 tot 5 keer een sprongetje per zin. Daarmee verliezen ze bijna 35 seconden per pagina.
Een snellezer doet dat niet. Hij bepaalt vooraf het blok wat hij gaat lezen, gaat in een consistent tempo onder de tekst door en alles wat hij ziet neemt hij waar. En hij kan dat tempo kan hij opvoeren. En die pacer die geeft hem in beginsel geeft hij hem focus. Later korten we de beweging in en uiteindelijk laten we hem weg waarbij de spieren, de oogspieren het zelfstandig kunnen doen. Nummer 9. Een conventionele lezer die zal weinig samenvatten, weinig aantekeningen maken, te veel markeren en ook het samenvatten in eigen woorden, dat lukt ze vaak niet. Snellezer doet het wel. Die bepaalt vooraf het blokje tekst, leest tot het einde van een stukje tekst, kijkt dan naar een punt tot 6 tot 10 meter van hem vandaan, vat in eigen woorden samen wat hij heeft gelezen, focust zich daarbij op wat hij weet in plaats van wat hij niet weet, keert dan terug naar de tekst, markeert de kernwoorden. Alles wat hij dan niet heeft gezien of wat hij belangrijk vindt om op te nemen, staat hij dan even specifiek bij stil. Bovendien zet hij het niet in een lineaire aantekening van links naar rechts, van boven naar beneden. Hij zet het in een visueel schema op 1 A4'tje, waardoor je in één keer kan zien, dat is de kern. Stap 10. Conventionele lezer communiceert te weinig naar de omgeving op een ontspannen manier wat hij heeft gelezen. Een snellezer doet dat wel. Dat zijn de 10 dingen waar ze verschillen. Dus samengevat. Snellezer heeft een hoger tempo, betere focus, minder afleiding en leest een blokje tekst zo breed mogelijk door. Een conventionele lezer doet dat niet. Hij praat continu mee, laag tempo, veel terugkijken. Daardoor laag begrip, weinig snelheid en uiteindelijk veel frustratie dat ze niet afkrijgen wat ze gelezen hebben. Als dat de nadelen en de voordelen zijn, wat moeten we dan gaan doen? Laten we eens kijken wat voor soort lezer u bent. We hebben 3 types. De motorische lezer, de auditieve en de visuele. De motorische lezer die spelt bijna elke letter en woord uit, met als gevolg nog lagere tempo's en veel afleiding. Een auditieve lezer die zal woorden uitspreken, nou, groepjes van 2, 3 woorden. En de visuele lezer ziet de woorden en begrijpt gelijk wat er staat. Lezen is oefening 1 en bepaal is wat voor soort lezer u bent. U zult merken, er zitten een aantal vreemde klinkers in om te zorgen dat u de stem beter gaat horen of juist niet. Doe dat nu.